Die videogame gaat bijna ontploffen. Dus gedraag je, anders kunnen we niet meer spelen. Oké. Dus, hebben jullie je lesje nu goed geleerd? Nee, zo kunnen we niet spelen. Zo kunnen we niet leven. Uit protest gooi ik mijn frisdrank weg. Storing, programma uit de tas. Familie, hoe kan ik aan staan praten? Geen einde, storing. Hij slaat compleet op hol. Goed, familie. Uitschakelen. Jullie zijn familie. Jullie hadden moeten samenwerken. Nu worden jullie allemaal samen vernietigd. Oh ja? En hoe wil je dat gaan doen? Met de joystick soms? Nope, met zagen. Oh, waarom heb ik die toegevoegd? Kat, doe de achterdeur open zodat we weg kunnen. Familie. Dit zal hem leren. Hey, au, op, en, meisje, hou eens op met die tomaten. Je moet gewoon niks meer gooien. Stop, ik ben veel te mooi om zo te sterven en te getalenteerd. Laat me toch mijn zoon zijn. Ik wil niet anders de kan ik vast nooit meer kijken naar jongensvingervlugge kaarttruc. Nu kan ik jongensvingervlugge kaarttruc nooit meer zien mislukken. En ik zal nooit zien hoe deze videogame eindigt. Ja, ik weet ook niet hoe de videogame eindigt. En volgens mijn programmering wil ik dat graag zien. Nou dan, als je ons vernietigt, dan krijg jij dat geheime einde dus ook nooit meer te zien. Dat ronde zuivelproduct heeft gelijk. Jullie moeten het spel uitspelen, omdat ik wil genieten. Daarna vernietig ik jullie. Daar ga ik ook van genieten.